Kijk nou, wat een gezelligheid hier in Contentveen. En ik ben helemaal alleen. Hey, hallo en welkom. Wat leuk dat jullie weer kijken in deze nieuwe video. Vandaag ben ik, zoals je net zag, lekker in Contentveen. En we staan hier op het randje van mijn kasteel te kijken naar de gezelligheid bij de bank en op de pier en bij de haven. En toen bedacht ik me, jongens, wat ben ik ook eigenlijk eenzaam in het kasteel hier. Ik woon helemaal alleen. Ik heb geen koningin die hier ook woont. Ik heb geen mensen die in mijn kasteel leven. Ik ben zo eenzaam. En de kamers zijn ook allemaal nog niet opgevuld. Het is hier af en toe nog leeg. Zoals dit, het ziet er gewoon allemaal nog niet uit zoals wat ik wil dat het eruit ziet. Ik heb gewoon geen trouwe mensen hier in mijn troonzaal. Ik ben toch zo eenzaam. Maar goed, wat leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Het moraal van deze prachtige intro hier was, jongens, dat ik eigenlijk aan dacht om weer verder te gaan met dit gedeelte. Ik wilde het water een beetje opfleuren, misschien wat extra bootjes maken en zo. Ik wilde beginnen met wat andere dingetjes. Maar toen vloog ik mijn kasteel in om wat blokken weg te leggen en op te halen. En toen bedacht ik me van, weet je, ik verwaarloos het interieur van mijn kasteel echt heel erg. Wat heel erg zonde is, vind ik. Er moet nog zoveel gedaan worden, waardoor het mooi kan zijn. Dus vandaag gaan wij beginnen met een prachtige timelapse over hoe ik merendeels van mijn interieur alle lege kamers ga proberen op te vullen. Ik ga mijn best doen om ze allemaal te doen. Ik weet niet of ik het ga redden. Het gaat wel een langere timelapse worden voor mij om te maken. Maar we gaan mijn best doen. Dus veel plezier met het kijken naar deze timelapse. Vergeet zeker niet te abonneren. Vergeet zeker niet te liken. Als ik geen 5000 likes haal, kom ik je opzoeken. En dan heb je toch zo'n probleem. We zijn wedergekeerd en ik moet toegeven, ik heb veel minder kunnen doen dan dat ik gehoopt had dat ik wilde doen. Mijn planning was om heel het kasteel van binnen te doen. De hele benedenverdieping, de tweede verdieping, de eerste weet ik hoe ik het moet noemen. Die verdieping daarop en alle hogere verdiepingen die ook nog overal komen kijken, die wilde ik allemaal doen. Maar zoals je kan zien is er beneden letterlijk niks, maar dan ook echt helemaal niks veranderd. Ik heb niks aan de onderste verdieping kunnen doen, omdat ik gewoon te weinig tijd heb. Het is inmiddels ook al gewoon 11 uur 's avonds, jongens. En ik begon hiermee om 6:30 'avonds. En ik ben niet gestopt. Ik ben één stuk doorgegaan, maar omdat het zo dure blokken allemaal zijn, al dat hout en weet ik wat allemaal, het heeft me echt, echt heel veel gekost. Maar goed, laten we even aan jullie laten zien wat ik wel heb kunnen doen. Namelijk, de complete eerste verdieping is gewoon af, jongens. Alles is gewoon gedaan. Jullie hebben het in de timelapse gezien. Je komt hier boven via deze trap, waar we altijd al boven komen, al sinds Contentveen aan het begin. Nu is dit hier buiten eindelijk ook een keertje gedaan. Ik heb ervoor gekozen om een soort van gescheurd tapijt hier neer te leggen, omdat het buiten is, weet je. Dus ik dacht ooit een keer, het verhaal erachter is dat ik ooit een keer dacht, wow, laat ik buiten ook tapijt leggen. Maar door de weersomstandigheden heeft het tapijt het gewoon niet gehaald en is daardoor helemaal gaan scheuren. Niet zo slim, maar het ziet er wel cool uit. Ik heb kanonnen overal gebouwd aan de buitenkant, omdat het, ja, dat leek me wel gewoon cool, kanonnen op het kasteel te bouwen. Het is een kasteel. Ten slotte, ik moet mezelf beschermen. Maar goed, voor de rest op de, ja, de buitenplaatsen dacht ik van, daar moet het een beetje rommelig zijn. Gewoon wat opslagdingetjes die hier staan. Nog meer kanonnen, nog meer opslag. Een leuk zitstoeltje. Hier een, ja, weet ik veel, opslagdetail dingetje. Beetje blaadjes buiten hier en daar. Dit zijn tonnetjes waar kanonskogels in bewaard worden. Dit zijn de kanonskogels, zoals ik kan zien, worden dan daarin gestopt en dan zit ik per ongeluk op mijn eigen toren. Maar goed, dan dit hier is de enige ruimte die trouwens nog niet af is. Van de bovenste verdieping. Dit hier puur omdat ik deze ruimte namelijk helemaal wil maken. Als ik hier beneden ook alles goed ga maken. Dat alles er goed uitziet. Ik twijfel om misschien zelfs de vloer hier toch van hout te maken. Puur omdat ik dan iets meer details en patroontjes in de vloer kan maken. Maar dat is iets... Ja, laat het trouwens maar weten in de reacties, jongens. Moet ik van deze onderste laag, deze vloer hier, moet ik hier hout van maken? Want dan matcht het wel met de rest. Of willen jullie dat ik dit van steen hou? Laat maar weten. Zeg maar, Max, maak het een stenen vloer? Of Max, maak het een houten vloer? In de reacties. Maar goed, laten we doorgaan naar het volgende. Als we hier dan binnenkomen, is dit gangetje eindelijk een keer netjes gemaakt.
gewoon een beetje opslag hierna met heel veel diepte erin. Ik heb verbaasd me hoe ver ik in de muur kon bouwen hier. Althans, dat is niet eens verbaasd. Als je goed kijkt, hierachter zit de bibliotheek. Die heb ik natuurlijk niet gebouwd, deze dinges, deze timelapse. Maar het is wel leuk dat ik gewoon hier een beetje de boekenkast van de bibliotheek kon gebruiken in de andere kant van het gebouw. Maar goed, als we dan door dit gangetje lopen, komen we in de chessroom aan die eindelijk af is, jongens. En ik ben zo ontzettend blij met deze ruimte. Ik ben erachter gekomen dat dit blok, die ik normaal altijd zo maak, zoals dit, in de vloer heel mooi is als ik die gewoon niet... Noem je dat? Carved? Ik kom niet op de naam. Stript. Kijk, dit is natuurlijk stript hout en dit is gewoon normaal hout. En in de vloer is normaal hout, vind ik zo mooi, dat ik bereid ben om dit helemaal overal in het kasteel te doen. Want het zit in de muren natuurlijk stript. Maar in de vloer, dat geeft zo'n, gewoon een warm, gezellig effect. Dan hierboven wat kaarsjes die niet aanstaan, omdat ik volgens mij geen flint en steel kon vinden in mijn kisten. Volgens mij had ik die niet meer, dus ik dacht van ja, weet je. En mijn ijzer is op. Ik heb al mijn ijzer gebruikt in een andere ruimte die ik zo meteen ga laten zien. Hier gewoon wat opslag. Kratjes met blokken die nog in de kisten moeten als het ware. Of weet ik van wat. Die zijn gewoon in kratjes opgeslagen. Een gezellig tafeltje waar we kunnen zitten om over de spulletjes te praten of zo. En wanneer mensen hier aan het sorteren zijn, dat ze even rust kunnen nemen. Even zitten, weet je. En dan hierboven heb ik gewoon een rommelig opslagplekje gemaakt. Met allemaal dingetjes die niet in kisten passen. Of weet ik wat. Of gewoon overgebleven spulletjes. Die heb ik hier geplaatst. Dus dit is ook een keertje goed benut. Het is zo een stuk gezelliger dat ik dit allemaal af heb gemaakt, jongens. Ik ben zo blij dat ik dit even gedaan heb. Maar goed, hier komen we aan. We hebben een leuk waterplekje. Waar als je een keer water wil of jezelf even wil wassen, kan je dat hier doen. Dat je je gezicht zo maakt. Dan, trouwens. Al die armor stands die je overal ziet, die moeten allemaal nog armor krijgen, jongens. Ik heb er gewoon niet genoeg armor om dat te doen. Ik heb echt te weinig armor. Maar dan komen we hier dus inderdaad door deze gang. En dan heb ik hier ook allemaal kanonnetjes gemaakt. En die zien er serieus van buiten zo cool uit. Wacht, kijk, eerst even hier weer met allemaal kanonskogeltjes er weer in. Hier een hele volle. Dit is gewoon een hele hoop kanonskogels. Hier zit er allemaal ronde dingetjes in. Daarom vond ik het wel een beetje op kanonskogels lijken of zo, weet je al die ronde bolletjes. Maar dit ziet er van buiten zo cool uit. Wacht, laten we het eens even dag maken. Kijk, let op, hè. Moet je zien. Het is van buiten. Kijk hoe cool dat is, die kanonsdingen. Dat ziet er toch zo lijp uit. Het voegt zoveel toe. Het voegt gewoon zoveel detail toe. Het feit dat dit zo die zwarte dingetjes daar staan aan de buitenkant. Ik weet niet waarom. Het is heel leuk. En hetzelfde aan deze kant. Wat ik aan het begin niet zie, jongens, aan de buitenkant. Hier niet, let niet maar in het is. Sorry, maar kijk, dit rode. Het voegt gewoon even een beetje leven toe aan mijn kasteel. Ik ga even de renderdist hoog zetten. Je kijkt wat voor leven dit toevoegt aan mijn kasteel. Dat rooien aan de buitenkant. Dat vind ik echt heel leuk. Daar ben ik heel tevreden mee. Maar goed, dit is dus, ziet er goed uit. Wederom armor stands die nog dingen nodig hebben. Armor die natuurlijk aan moet. Maar dan nu, mijn favoriete kamer die jullie ook gezien hebben. En gelijk met de nieuwe doorgang en al. Als je hier in de bibliotheek komt, was dit normaal ook gewoon een kast, weet je? Dit hier. Maar nu heb ik hier een doorgang gemaakt. En hetzelfde aan de andere kant. Waardoor je een keertje overal gewoon soepel naartoe kan lopen. Maar hier heb ik een soort detail smeltkamer gemaakt. Ik ga het niet gebruiken, want het is natuurlijk veel te rommelig om dit allemaal gesorteerd te doen. Maar ik vind deze kamer zo cool. Deze kamer, jongens, is een van de kamers die het langst leeg stond van alle kamers in mijn kasteel. Samen met een kamer waar Bonkie de Villager werkt, daar beneden. Die kamer is ook nog steeds leeg. Maar even over deze kamer. Ik ben zo blij met het resultaat. Kijk hoe cool dit eruit ziet. Dit was normaal een dichte muur. Dit was normaal een dichte muur. De enige manier hoe je hier kon komen was via de grote trap, maar dan naar rechtsboven. En voor de mensen die echt al lang mijn video's kijken, dan kon je je misschien al afvragen, wat zat hier rechtsboven eigenlijk? Want ik ging daar gewoon nooit heen. Ik had er helemaal niks te zoeken. Het was alleen deze kamer hier. En dan naar boven naar de vergaderruimte. Maar deze kamer was gewoon leeg. En nu kan je eindelijk gewoon een keertje hier zo ook naar mijn slaapkamer toe lopen. Waarvan ik deze gang ook heb ingericht. Kan je gewoon een keer naar de slaapkamer toe. Je kan gewoon nu hierheen. Je kan zelfs hier nu naar deze ruimte toe. Het is allemaal zoveel beter. Ik heb gewoon die twee doorgangen daar. Dat is zo fijn, jongens. Oh, ik weet niet hoe blij ik met deze kamer ben. Gewoon eindelijk een keertje ingericht. En ook echt, als in, het verbaasde me hoe symmetrisch deze kamer is. Het is gewoon perfect symmetrisch. Hier wat opslag en zo. En als het goed is, heb ik dan alle kamers gehad die ik gebouwd heb. En dan denk ik, maar hoe heb je daar zo lang over gedaan? Maar jongens, die blokken zijn zo ontzettend duur allemaal. Het heeft zoveel tijd gekost om die blokken ook weer te verzamelen en weet ik wat allemaal. En dat zie je natuurlijk niet in de timelapse, maar jemig, wat een tijd. Ja, en dan wil ik eigenlijk in de volgende video, niet dat de video nu al klaar is, nog geen zorgen, maar in de volgende video wil ik de rest gaan doen, zou ik zeggen. En de rest houdt dan in. De hele onderste verdieping, dit gedeelte hier, het hele terras boven hier moet allemaal gedaan worden. We hebben nog letterlijk de ruimte waar ik echt nooit kom in video's.
deze ruimte hier. En dan, tenslotte, boven de troonzaal zit nog allemaal dit. Dan heb je nog een hele ruimte boven de troonzaal. Daar moet ik ook nog allemaal dingen mee doen. Met een balkonnetje waar ik nog nooit op gestaan heb in mijn leven. Die ik zelf gebouwd heb. Die boven hebben de kerker of de toren. Maar daar ben ik natuurlijk wel in geweest al. Daar zijn meerdere mensen al een keer opgesloten. Maar er is nog zoveel in het kasteel, jongens. Wat niet gemaakt is. Wat nog gewoon echt leeg staat. Wat nog helemaal gebouwd moet worden. En weet ik wat allemaal. De vergaderruimte hier is natuurlijk wel af. Die heb ik al heel lang geleden gemaakt. Wat is dit? Abonneer op Rick Force, abonneer op Rick Force, abonneer op Rick Force. Rick, gore, gadverdamme. Heeft hij dat allemaal bordjes geplaatst? Van abonneer op Rick Force. Vind ik niet zo leuk, Rick, niet doen. Maar laat even weten in de reacties wat jullie ervan vonden, jongens, van de timelapse. Ik ben blij met het resultaat dat het, ja, dat er is. Ik hoopte echt meer te kunnen doen, maar ja, die tijd is er gewoon niet. Die tijd had ik gewoon niet, weet je. Deze video, voor jullie, als je hem nu kijkt dat hij net online komt, deze heb ik gisteravond voor jullie opgenomen. Dus vandaar. Maar goed, dan gaan we toch met rondleidingen bezig zijn. Waarom is hier altijd post? Ik heb letterlijk een brievenbus hier. Maar mensen leggen altijd alles hier neer. Justin hier, ik zie dat de bordjes niet te lezen zijn. Gebruikersverstandig heb veel moeite gedaan. Maar er zit twee hout in. Dit is echt het meest random cadeau wat ik ooit heb gekregen. Dus letterlijk gewoon niks, eigenlijk. Niks, basically niks. Dankjewel, Justin. Ja, want jongens, in de vorige Content Fame video is mijn account gehackt door Justin. En Justin heeft daarin een huisje gemaakt en die heeft de straatnamen kleur gegeven. Nou, vind ik hartstikke leuk. Hij heeft mijn account niet gehackt. Ik was op vakantie, jongens. Ik ben letterlijk nu net terug van vakantie. 10 dagen weg geweest en ik dacht, Justin, wil jij een extra video voor me opnemen? Maar goed, hij had wat extra dingen gebouwd, jongens, zoals een huis hier. En ik ben gisteren... De dag voordat deze video online kwam ben ik ook live geweest en heb ik ook nog wat dingetjes gemaakt. Dus dat ga ik even gelijk laten zien aan jullie voor als jullie de livestream gemist hebben. Hij staat gewoon in de Content Fame playlist, dus je kan hem gewoon zien. Het is gewoon letterlijk 3 uur lang Content Fame. Als je het leuk vindt, ga het lekker kijken. Maar goed, Justin heeft dit huis gebouwd. Ziet er goed uit. Ik ben er blij mee. Ik bedoel echt, het is heel anders de stijl. Maar ik heb hier nog nooit over nagedacht om dit te gebruiken. Om mushroom blokken te gebruiken voor een kleur wit. En ik vind dat zo een subtiel kleurtje. Zo mooi. Met een leuk interieurtje. Nou, dat ga ik niet helemaal laten zien. Ik bedoel, het is gewoon een simpel huisje. Dan, dit heb ik in mijn livestream gebouwd. Dit pad hier naar boven. Waardoor je hier nu terechtkomt met een nieuw huis van Floor. Heel mooi huis is dit. Vooral aan de buitenkant. Maar het is groot van binnen. Het ziet er ook groot van buiten uit. Maar het is van binnen zo ontzettend groot. Jongens, laat ik gelijk even kijken. Voor als je de livestream niet gezien hebt. Ik heb het hier ook laten zien. Of in de livestream laten zien. Maar laat het nu ook in de video zien. Hier kom je mooi hier uit. Hier moet ik denk ik gewoon een keer een doorgang maken. Hierheen. Een soort andere ingang van mijn kasteel. Dat is denk ik wel een leuk een keertje. Het huis aan de binnenkant. Dus je hebt deze hele verdieping hier. Dan ga je hier het hoekje in. Dan kan je hier bij wijze van nog een kelder maken als je zou willen. Hier omhoog kom je in deze ruimte. Weer klein. Maar dan is het hier weer mega groot. Dan is het hier vervolgens ook mega groot. En dan denk je, dat is het. Nee, dat is het niet. Je kan hier nog omhoog. Heb je hier nog een ruimte. Hier nog omhoog. En heb je nog een mega zolder. Dit is zo'n groot huis. Als ik mijn kasteel niet had, had ik hier gaan wonen. Het is echt heel lijp. Dit huis. Heel cool. Maar goed, dat was het. Dit huis heb ik jullie al laten zien. Natuurlijk, dit had Anne gebouwd. Maar voor de rest heb ik niet zoveel in mijn stream meer gedaan, denk ik, qua bouwen. Ik heb hier dit pad naar beneden heb ik nog gebouwd. Is nog niet af. Is een beetje rommelig, maar hier ben ik ook mee bezig geweest. Ziet er goed uit. Mensen hebben hier straatnamen toegevoegd. We hebben bankweg 1, bankweg 2, 3, 4, 5, 6 en zo. De pizzeria van Julian is af. Maar ik ga jullie niet alles laten zien. Want dat heb ik gewoon in mijn livestream gedaan. En die moet je dan gewoon lekker kijken. Dat is gewoon een Content Fame livestream. Net zoals elke andere video. Maar dan gewoon lekker lang. Dus hou je nou echt van Content Fame, kan je die gewoon kijken. Het is gewoon het vorige deel. Maar goed, genoeg gepraat over de rondleidingen en de livestream en weet ik wat allemaal. Laten we onszelf naast de enorm nuttige timelapse even op een andere manier nuttig maken. En gewoon wat nieuwe dingetjes doen. Namelijk dat huis van Nathan hier even een keertje weghalen. Oh ja, ik heb trouwens één laatste ding over de livestream, jongens. Ik heb in de livestream heb ik het oog weggehaald. Hij is eindelijk weg. Woehoe, geen oog meer. Oké, maar laten we even dit ding hier weghalen van Nathan. Enig is dat Nathan wel bordjes neer had gezet. In en rondom dit gebouw zijn op servers geplaatst. Bij het weghakken van één blokje bestaat de mogelijkheid tot kaboom. Ik geloof het niet. Dus ik ga denk ik de valse, de loze dreigementen van Nathan, die gaan we weghalen. Of gaan we negeren. En we gaan gewoon het huisje van Nathan weghalen. Ik denk niet dat de kerk opgeblazen wordt. Ik ga ervan uit dat er geen TNT hier verstopt zit of zo. Die dan ineens opblaast en weet ik wat allemaal. Dus laten we maar gewoon dit stomme huisje een keertje weghalen. Jongens, ik heb ook al een tijdje niks meer van Frank gehoord. Frank Boudewijn Impelmans, de FBI-agent. Hij zei dat hij contact zou houden over het onderzoek naar mij natuurlijk. Want hij heeft een heel onderzoek gedaan. Of is hij mee bezig en zo. Hij zei dat hij contact met me op ging nemen en weet ik wat allemaal. Maar ik heb hem nog niet gezien en gesproken. Hij woont natuurlijk daar. Daar hebben we het FBI-gebouw.
Maar ik weet niet zo goed wat ik moet doen, jongens. Dus als jullie tips hebben, moeten jullie dat sowieso in de reacties even laten weten aan me. Als je denkt van, oh Max, dat onderzoek van Frank moet je geen zorgen over maken. Er kan niks uitkomen, bla bla bla. Dan prima. Maar als jij zegt, nee Max, je moet Frank vermoorden. Weet ik veel. Kom maar met ideeën. Jullie hebben vast wel goede ideeën. Het ging natuurlijk allemaal over de tovenaar. Dat hij mij naar Content Veen seizoen 1 gebracht heeft. En dat vonden hun een beetje verdacht dat ik door de tijd ging reizen, als het ware. Maar dat is een verhaal van een andere video natuurlijk. Ik weet niet of je mijn video kijkt, Nathan, maar ik heb je huisje weggehaald. Je kan je chocobox die er staat zelf ook komen halen. Ik zal hem hier in het midden plaatsen, zoals dit. Kijk, is er een midden? Er is niet echt een midden. Nee, hier. Nou, prima, hier. Je kan je chocobox opkomen halen. Ik zal het even belichten hier. Het is een beetje donker, kom ik nu achter. Zo. En dan zo. Oh, waarom sloop ik dat ding? Zo. Is het een beetje belicht? Je kan hem opkomen halen. Doe je ding. Maar ik heb je huisje een keer weggehaald. Was een keertje tijd. Kijk trouwens wat een stad het is geworden, jongens. Wow. Ik heb eigenlijk heel lang niet meer van deze point of view gekeken. Maar damn, het oude gedeelte is eigenlijk ook behoorlijk lijp. Met de arena en zo erbij. Ik ben de laatste tijd zo druk met het nieuwe gedeelte. Het is ook mijn favoriete gedeelte geworden, dat daar. Maar ik mag niet vergeten dat dit gewoon het OG-gedeelte is hier. Dat dit is gewoon het begin van de stad. En dan nu is het tijd voor wat koninklijke zaken. Maar voor die zaken heb ik een boek en quill nodig. En ik weet zeker dat ik die zelf niet heb. Maar waar ga ik die dan regelen? Tegenwoordig, ja, Floor woont daar, René woont daar. Maar die zijn zo vaak ook gewoon overal en nergens te vinden. Dat ik niet meer weet waar hun spullen precies hebben. Maar wat ik wel weet, is dat Julian tegenwoordig hier woont. In dit huisje. Naast zijn eigen pizzeria. En dat hij hier heel veel spulletjes hebt die ik heel mooi kan stelen. Ik kon namelijk even een boek en quill van jou stelen, Julian. Dan kan je wel een keertje... pak maar een diamond uit mijn kist of zo, weet ik veel. Maar daarvoor heb ik wel eerst inktzakjes nodig. En ik weet niet of hij die heeft. Maar volgens mij heb ik trouwens zelf inktzakjes. Daar maak ik me zorgen over. Ik heb een veer nodig, dat is het. Eén klein veertje. Alles wat ik nodig heb. Heb jij die, Julian? Heb jij een veer voor mij? Nee, hè? Stink, Julian. Oh, trouwens, ik koop wel gewoon een boek en quill uit René de winkel. Oh, mijn god, het lekt hier. Hier, ik koop gewoon neem één diamond mee, René. Ik weet dat het niet te koop is hier, maar ik koop een keer een boek en quill van je. Zo. Ik heb al je hout gekocht. Groetjes, Floor. Oh! Floor! Dankjewel voor je aankoop. Dankjewel voor je prachtige aankoop. Dat is 23 diamonds voor mij erbij. Enig verdrietig nieuws is dat als het goed is het hout dan wel een beetje op is. Wacht, dan moeten we de koninklijke zaken die ik wilde doen worden heel even verplaatst. Oh mijn god, jongens, mijn hout is volgens mij officieel dan gewoon... Oh god, nooit gedacht dat die dag zou komen. Dat het hout... Weet je hoeveel hout ik had, jongens? Ik had kisten vol. Allemaal door de stad die ik natuurlijk moest bouwen hier. Maar het is op. Dan is mijn winkeltje even tijdelijk out of stock. En dan zal ik even een bericht erbij plaatsen. Out of stock. Binnenkort meer. Smiley. Zo. Hoppakee. Dan bewaar ik dit hout lekker voor mezelf voor nu. Ik ga binnenkort nieuw hout halen voor de dus mensen die het nodig hebben in de stad. Maar goed, laten wij nu heel eventjes ergens naartoe gaan. Oh, maar trouwens, daarom, ik wilde hout hebben. Daarom liep ik naar mijn winkeltje toe. Oh, ik had hout nodig. Oeh. Dit is akelig. Ik had namelijk een goed idee om te doen. Namelijk voor nieuwe spulletjes. Ik heb namelijk... Om één blok kom ik altijd echt tekort. Ga ik jullie zo meteen uitleggen wat het is. En daar wil ik op een hele slimme manier aan nieuwe komen. Maar dan moet ik een soort offer voor hebben om dat te doen. Oké, ik denk dat dit wel genoeg is voor nu. Dan neem ik even een chocobox mee. Een witte. Ik kan niet geloven dat mijn hout op is. Echt waar. Oké, laten we dan nu naar de Nether gaan. De plek waar ik eigenlijk bijna nooit meer kom. Dan helemaal over deze ijsbaan naar het koninkrijk van de zandheks gaan, jongens. Je kent de zandheks natuurlijk nog wel. Dat is Anne. En je hebt ook de zandwicht. Dat is Noah. Maar laten we eerst even naar de zandheks gaan. Want die is natuurlijk volgens mij de leider van hun koninkrijk. Van hun zandgebied. Ik weet niet hoe ik het het best kan noemen. Zo, maar daar zijn we. Kijk, een paard. Finn Rider. Kijk, ze zijn weer verder aan het bouwen, jongens. Hier. De progressie in deze stad is wedergekeerd. Ze zijn opgestaan uit hun... farao-ruimtetjes, weet ik wat allemaal. En ze zijn verder gaan bouwen. Hier, kijk, ik weet niet wat dit is, maar... Het is echt weer iets voor de zandheks. Ik weet niet wat dit is. Wat wordt hier gebouwd? Er zit een soort villager training room, omdat ik dit ding hier zie. Ah, oh mijn god, dit is gewoon een hatsebats plek voor alle villagers. Wat zijn er te veel? Wat zijn jullie met velen? Mag ik... Ik ga tussen jullie in liggen. Nee, mag ik niet tussen jullie in liggen? Je lijkt een beetje berend. Maar goed, ik ben hier natuurlijk met, voor zaak, jongens. Ik ben hier niet zomaar voor een nutteloze reden. Mooi hoofd daar. Ik ben hier met een hele nuttige reden. Namelijk zaken doen met de zandheks. Waar komt de zandheks veel? Ik denk dat dit de ingang van de ding is. Dus laat ik hier de shulkerbox plaatsen. Daarin allemaal hout stoppen. Even op een leuke manier. Zoals dit. Zo, denk ik. En dan nog... zo, zoals dit. Dan nu heb ik een item frame nodig. Die ga ik van haarzelf stelen. Waar bewaart Anne of Noah een item frame? Als ik een zandheks of een zandwicht zou zijn... Waar zou ik dan een item frame... Hier. Nee. Waar zou ik dan een item frame bewaren? Hier.
Juist. Komt ie, hè? Plaatsen we hier, plaatsen we die. Zo, en dan gaan we nu een boekje schrijven. Beste zandheks, of ligt aan de situatie. Zandwicht. Zo. Koning Walnoot, kom hier om zaken te doen. Ik ga hem wel even uitschrijven. Nou, ik heb even een prachtig boekje geschreven, hoor. Beste zandheks, of ligt aan de situatie zandwicht. Ik, koning Walnoot, kom hier om zaken te doen. Wij hebben altijd een goede relatie gehad. Zeker omdat ik met mijn machtige koninkrijk achter jouw zandkasteeltje stond in de oorlog. Meevocht in de oorlog. Zo. Maar goed, de zaken. Ik wil een standaard handelsverdrag met elkaar creëren. Ik lever jou 1 keer per week 5 stacks dark oak hout. En jij levert mij 1 keer per week 8 stacks zand. Zand is in overmate, hout niet. Het zal aanzienlijk meer tijd en moeite kosten om 5 stacks hout te regelen dan 8 stacks zand. Daarom vraag ik ook bij de 8 stacks zand om nog elke keer een leuk verhaaltje mee te geven in een boekje. Dit is het verdrag. Je kan dit ondertekenen en terugsturen naar mijn machtige koninkrijk wanneer je wilt. Deadline binnen 1 week, anders oorlog. Handtekening, koning Walnoot, makkeloeskoes. Handtekening zandheks en handtekening zandwicht heb ik alleen nog nodig. Dus laten we het verdrag hier plaatsen, jongens. Ik ben benieuwd of ze het gaan tekenen. Of dat ze dat willen, want ik heb namelijk nooit zand. Waardoor ik altijd glas tekort kom, jongens. En het ding is waar ik ze eigenlijk een beetje op wil lichten. Ik hoop niet dat ze mijn video kijken nu. Maar ik wil namelijk van dat zand glas maken en dan weer doorverkopen. Waardoor ik dus zand van hun krijg. Daar glas van kan gaan maken. En dat door kan verkopen op mijn marktkraampje. Want kijk, laten we teruggaan naar mijn kasteel. Dan ga ik het laten zien. Kijk, jongens, ik heb hier natuurlijk mijn kraampje. En daar verkoop ik ook glas normaal. Maar dat glas is altijd op. Dat is altijd weg. Ik heb ook nooit echt makkelijk zand dat ik ergens kan hakken of zo. In overmaten. Maar dat kunnen zij natuurlijk wel in de woestijn daar waar ze leven. Dus ik dacht, als ik dit nou doe, dan licht ik ze eigenlijk ook een beetje op. Waardoor ik ze scam. Maar ze hebben er ook wel wat aan. Ze krijgen toch wel hout. Ik weet niet of ze dat willen. Maar het is toch leuk. En dan kan ik weer geld verdienen. Misschien dat ik dan ook een heel nieuw winkeltje even bouw. In de volgende aflevering. Namelijk de glaswinkel of zo. En dat ik dat dan in plaats van in een kraampje doe. Dat ik dat dan in een van deze huisjes doe. Dat ik dan bijvoorbeeld van dat huisje of dat huisje daar de glaswinkel maak. Het is natuurlijk leuk, al die kraampjes. Even kijken of trouwens wat verkocht is of er blaadjes zijn gekocht. Maar het is natuurlijk leuker om het een keer in een huisje te doen. Nee, mijn ding is, deze heb ik trouwens zelf verpakt, jongens, deze leaves. Maar mijn leaves zijn nog niet verkocht sinds de vorige video. Dat is wel heel jammer. En ik wil binnenkort ook weer eventjes wat nieuwe villetjes gaan kweken. En die ook weer in huis gaan stoppen. Om de stad nog wat levendiger te laten voelen. Voelt het al met al die mensen die hier tegenwoordig wonen. Maar het kan nog levendiger. Dus ik heb wat emeralds nodig. Maar mijn emeralds zijn heel skeer en echt bijna niet aanwezig. Dus laat ik even een aanvraag doen. Beste Fred, groen. Ik wil graag 1 stack emerald bloks lenen. Dit met verzin zelf maar je rentepercentage. Zo, vriendelijke groet. Koning Walnoot. Aanvraag groen. De blokken zijn groen, dus Fred heeft ze sowieso al. Ik noem ze gewoon aanvraag groen. Zo, aanvraag groen. Hoppakee, sign and close. Dan hebben we hier... Oh, Floor heeft ook een aanvraag gedaan. Oh, maar deze. Wacht trouwens. Hallo daar, menselijk persoon. Welkom bij de bank. Om een kluis te openen moet u een paar vragen beantwoorden. Oké, maar ik heb een andere aanvraag. Groetjes, Fred. Ik heb een andere aanvraag, Fred. Fred, ik wil graag een kluis bij u aanvragen. Dit is Floor de aanvraag. Ik ga hem stiekem even lezen. Beveiliging 5, grootte 5, kleur lichtblauw, diablokken van de onderwater... Oh, ah, dat is lijp. Floor. Geen idee wat mijn straatnaam is, maar weet wel waar ik woon. Je weet wel waar ik woon. Nee, dat weet Fred niet. Je moet wel je straatnaam weten, Floor. Kom op nou, Floor. Je weet toch al waar je woont? Jij woont op de markt. Jij woont letterlijk op de markt. Ik verwacht wel een beetje korting aangezien ik het huis heb gebouwd waar jij nu in woont. Oh, dat snap ik. En ze heeft er emeralds bij. Nee, die heb ik hierin gedaan trouwens, die emeralds. Hallo. Die ga ik dan ook gewoon hierbij zetten, want die heb ik gedaan. Deze, zo. Kijk, doen we dit hier? Aanvraag groen. En dit is mijn aanvraag, heb ik er ook bij gedaan. Dus wanneer Fred tijd heeft, dan kan hij hiernaar gaan kijken. En misschien dat ik dan wel gewoon een stack emerald blocks kan lenen van hem. In de hoop dat ik die, ja, dan moet ik dan wel teruggeven uiteindelijk met rente. Of dan moet ik meer dan een stack teruggeven in de loop van de tijd. Maar dan kan ik misschien weer even wat villetjes. Want die villetjes net bij Anne en Noah, die gaven me wel een idee dat ik te weinig villetjes heb. Dus ik dacht misschien dat ik dat dan ook weer even een keertje moet doen. En tot zover waren dat de koninklijke taken. Af en toe moet het even gebeuren, hè, jongens. Gewoon wat taakjes uitvoeren die niets met bouwen te maken hebben. Niets met een verhaal, maar gewoon gedaan moeten worden, weet je. Het is wel heel leuk altijd om te doen. Maar goed, jongens, dat was voor vandaag weer de video. Ik heb minder gedaan dan ik wilde doen, maar dat komt echt door gewoon tijdstekort. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden en een beetje kunnen waarderen hoeveel tijd er af en toe ingaat. Dat weet ik eigenlijk niet.
Ik hoop dat jullie dat kunnen waarderen. In ieder geval, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Reageer als je ideeën hebt zoals gewoonlijk. Maar bam, kijk lekker het vorige Cold Dead Veen deel hierin. Trouwens, dit is de livestream. Kijk lekker deze livestream. Hierin heb ik 3 uur lang Cold Dead Veen gespeeld. Hou je er nou van? Kijk het gewoon even. En dan nu spreek ik later. Tot de volgende keer.